Wat er natuurlijk ook heel vaak gebeurt is, ja, wanneer is het dan wel hands en wanneer is het dan niet hands? Nou. Ja, hands, hè. Spuit me. Ja, in het strafschopgebied. Penalty. Juiste beslissing? Nou, hij stopte met zijn hand in het strafschopgebied. En dat zag maar één straf op, geen geel, maar in rood. Wel zwaar gestraft, hè? Ja, maar ja. Het is geen schot op doel. Het is echt een voorzet. Tot wanneer, waar komt hij ook alweer? Als de bal hier komt, ook, is ook hands. Ook heel belangrijk. Strafbaar hands houdt in dat je inderdaad echt met je hand naar de bal gaat. Maar je hand en je arm. En dat, ja, dat loopt echt tot aan je schouder. Goed, Ron. Nog twee dingen die ik jou wil overhandigen. Ja. Voordat je echt aan de slag kan. De spelregels, neem ze in ieder geval door. Hè. En niet te vergeten, een prachtig scheidsrechtershirt. Ja. Geel. Prachtig, toch? Ja. Ben je er klaar voor, jongen? Ik ben wel een beetje zenuwachtig, zeg ik je eerlijk. Rustig aan, we hebben nog alle tijd. Dit is het, hè? Oh. Ja. Ron, dit is de commissiekamer. De commissiekamer, daar. Oh, ah, daar. Ron Bossert, ja. Nou, hier gebeurt eigenlijk alles. Moet ik ergens... Wat u moet doen is, elke speler heeft een pas. En eigenlijk moet je dan controleren of degenen die hier ingevuld zijn, of die ook inderdaad een pas hebben. Is dat zijn referentienummer? Dat moet ik allemaal controleren? Ja, dat controleer je allemaal netjes. Is het een beetje belangrijk? Nou, deze wedstrijd is echt belangrijk. Alle twee de clubs kunnen nog kampioen worden in de pool. Oh. Ja, dus het echt gaat ergens om. Ron, hoor je me? Ik hoor je zeker, ja. Oké, okay, hartstikke goed. Nou, headset doet het. Hey, kijk eens. Ja, ziet er super uit. Ik doe zwart. Doe je shirt nog in je broek? Moet een shirt. Ja, zullen we de laatste dingen nog even checken? Belangrijkste. Ja, zeg het maar. Nee, ja, we gaan fluiten. Fluitje. Juist. Gele en rode kaarten. En notitie. Eventueel notitie. Super. Ron, we gaan beginnen. Ja. Allerbelangrijkste is vandaag plezier hebben tijdens het fluiten. Dat gaat niet lukken, dat denk ik. Dat gaat wel lukken. Ik ben op voor de zenuwen. Okay. Maar op het veld straal je wel zelfvertrouwen uit. Zeker, alsof ik al van jaren doe. Probeer ontspannen over te komen. Gaat nu serieus worden. Heer, ik ben jullie scheidsrechter vandaag. Gaan we tossen? Kom er even bij. Oh, rustig aan. Gaat goed. Mag ik nog een keer doen? Gaat hij? Ja. Munt? Ja, blijven ze staan. Blijven staan? Succes, hè? Hé, hey, jongens, succes. Oké, Ron, je gaat nu... Kijk uit. Goed, bal bij de keeper. Jij achterwaarts naar achteren. Kijk uit voor die speler achter je. Let op, eventueel actie daar. Wel of geen strafschop, kan alles gebeuren. Vrij schop voor Wit, vrij schop voor Wit. Fluiten op de lijn daar, juist. Goed hoor. Gaat het? Oh, even de speler naar je toe halen, Ron. Even fluiten. Dit is niet nodig. Beetje overbodig. Rustig aan de uitzicht. Juist. Oké, Ron, positie nemen. Je gaat naar voren toe. De bal gaat vanzelf weer goed liggen. Juist. Let op. Ga door. Hoe bevalt het? Vrije trap. Juist. Ja, valt mee. Nee. Andere kant op. Ah, sorry. Ron, 9 meter. Even zeggen tegen die... 9 meter, jongens. Juist. Even meenemen. Uitstekend. 1, 2, 3. Ron, jij komt aan deze kant. Andere kant, Ron, deze kant ga je staan. Goed. Je houdt zicht op de muur en op de bal. En geef hem maar vrij. Hand naar beneden. Uitstekend gedaan. Doelschop. 10 minuutjes zijn we nu ongeveer bezig. 10 minuten pas. Let op, Ron. Bal is genomen. Geen moment kan je relaxen. Strafschop, ja hoor, prima. Je raakt met je hand aan. Ja, maar de hand is langs zijn lichaam. Ja, dat is Hens. Ik kan hem niet afvangen. Ging... Dat begrijp ik. Doelpunt. Oké, Ron, fluit maar voor de rust. Hallo, ik ben uw collega. Ja, ik begrijp het. Ja, die jongens zijn heel erg fanatiek. Ja. Merk je wel. Als je het aan mij vraagt hoe je het doet, dan kan ik alleen maar heel positief zijn. Wat ik echt heel moedig vond, is dat je een strafschop gaf. En dat heb je uitstekend gezien. Ja. Hij sloeg ook echt met zijn hand naar de bal toe.
Oké, Ron, ik zou je nu ook wat meer vrijer laten, hè? Dus ik laat je wat meer vieren. Heel goed gezien van je. Prima, loop maar iets door, Ron. Prima, loop mee, loop mee. En dan ga je met je gezicht naar het veld staan, kan je de doellijn bewaken. En je kan alles zien wat er in het strafschopgebied gebeurt. Uitstekend. Oké, fluit maar af, Ron.